Klopt. Nou, daar gingen we handgeblazen glazen. Ja. Ja, dames en heren, we gaan naar Tasmanië dan. Het is een eindweg. Het is een eindweg. Het is echt, en ik moet zeggen, ik ben er nog nooit geweest. Wel Australië, nee. Zijn, want Tasmanië staat hoog op het lijstje. Het schijnt het aardse paradijs te zijn. Zo mooi. Ja. Ontdekt door Abel Jansson Tasman. Ja. Jansson Giants, daar komt de naam vandaan. Ja. En de herinnering, de eerste die ik had toen ik in Australië was voor de eerste keer, was dat ik daar Tasmaans bier dronk. Oh, en dat heette de Tasmanian Devil. genoemd naar die, dat is een of ander roofdier, schijnt dat te zijn. Jones, ja, inderdaad, Looney Jones. En jongen, wat was dat? Toen dacht ik al, wat een bier, zo zuiver en alles. Maar dat schijnt, je schijnt er duizelig te worden van de zuurstof. En het is allemaal zo schoon en zo fantastisch. Ja, dus het staat hoog op het lijstje. Oh. Jans. Mooi, zeg. Ja, Jans. Het is Jans of Jans, een prachtig wijndomein in het noorden van Tasmanië. Ja. Tasmanië is nog 200 kilometer zuidelijk van het zuidelijkste puntje van Australië. Ja, dus je bent er nog niet als je in Australië bent. Nee, het ligt tussen dus Australië en Zeeland in. Je moet echt naar beneden nog. Ja. Zuidoosten van Australië. Ja. Ja, en Jans is een wijndomein. Het is in handen van Negociant. Hè. Ja. Geweldig wijnbedrijf, wat ook Janumba. Ja, Robert Hill Smith, zijn familie bezit. Ja, precies. Het is niet Janumba branded, het is dus een van de onderdelen van de grote familie. Ja, ja, de soort, ja, zij zijn helemaal gericht op sparkling. Ja, en dat is echt fantastisch. En dat is ook wel niet zo gek eigenlijk, want het is een vrij coole regio. Ze hebben mij al verteld, het heeft heel veel weg van het heeft de koelte, het heeft het klimaat van de champagne. Ja. En dat ontdekte Louis Röderer, hè? Juist. Champagnehuis Röderer, die ontdekte dat en die hebben dat als eerste neergezet. Die waren aangeplant erop. Nou, daar gingen we handgeblazen glazen. Ja. Ach ja. Dat komt omdat ik altijd Grieks geluk. Grieks geluk. En we beginnen met de witte cuvée, de cuvée Prestige van Jens. Ja, ze maken ook nog een medicine mee uit één jaartal, maar dit is dus laten we niet, dat is zo'n exclusief iets. Het is echt internationaal vele malen bekroonde mousserende wijn en velen zeggen de mooiste mousserende wijn van het zuidelijke halfrond. Inderdaad, nou ja, niet zo gek. En we hebben weer de bijzondere glazen die ik net bijna omgooide, maar... De Jamais-serie van Leeman. Het prachtige glazen voor bruisende wijn. Voor bruisende wijn, dat zie je al meteen. Ja. Moet je kijken, jongens, hier, Een cuvée, grootste gedeelte Chardonnay, aangevuld met Pinot Noir. Ja. En tweede vergisting op fles. Hè? Dus de klassieke manier zoals dat klassieke, ook in de champagne... Methode traditioneel, hè, juist, maar zeggen. Precies, gebeurt dat ook daar. Ja. Ze noemen het methode Tasmanie. Tasmanie, Tasmanoise. En ik vind het ook... Ik vind dit soort wijnen wil ik altijd wat koeler drinken dan normale witte wijn. Het moet echt wat kouder. Juist. Ja, maar dat kan lekker met sparkling. En dat kan heel goed. Gewoon drinken. Ja. He, want die paar graden gaat zo snel. Dus begin op 8, begin op 7. Voordat je het weet zit het op 19 graden. Dus ja, 9 precies. 10, ja. Nou. Mooie goudgele kleur. Zo'n mooie, romige, hele zachte moes ook weer. Het is voordeel van dit soort glazen, dat die moes niet meteen, hè, dat je... Ik zeg altijd zelf, als je wat oprispingen krijgt van de mousserende wijn, is eigenlijk niet goed, hè? Ja, en die kleine fruits wordt het helemaal geconcentreerd. Ja, ja. Dan komt het heel hard binnen. Ja. Hoe fijner de bubbeltjes, hoe groter de kwaliteit ook. Precies. Ja. En de aperitief. Heel grote, brede smaken. Heel, ja. Krachtig. Als aperitief is het geweldig. Maar je zou het ook kunnen inzetten met een voorgerecht. Ja, ja, vind je ik ook. Er iets meer kracht in het gerecht. Een salade, gebakken koekjes, misschien wat zoetige. Ja. Ik denk als je dit... blindproeverij tussen gewoon champagne zou zetten, eenvoudige middenklas champagnes, kom je een heel eind. Kan heel goed mee. Kan heel goed mee, ja, absoluut. Ja, je proeft echt de grote kwaliteit. Je biedt je niks ook. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Wanneer zet je gasten nou een... Iets uit Tasmanië. Uit Tasmanië. Ja, en het is fantastisch. Er komen inmiddels ook stille wijnen vandaan. Chardonnay Pinot Noir. Ja, Chardonnay Pinot Noir, hè. Ja. Dalrymple. Dalrymple, van hetzelfde bedrijf inmiddels. Heerlijk, ja. Ja, en ze maken dus ook een rosé. Ze maken ook een rosé. Die gaan we ook proeven. En rosé is natuurlijk eigenlijk iets nieuws eigenlijk in de wijnwereld.
champagne wordt het nog maar redelijk recent is dat, zijn ze daarmee begonnen. Ik geloof in de jaren 60, 70 is champagne geïntroduceerd. Of rosé geïntroduceerd. En het is eigenlijk een winnaar geworden. Hè? Je ziet het overal, veel wijnhuizen maken ook een rosé naast hun witte sparkling wines. En dat doen ze vaak door Pinot Noir misschien de schillen wat langer te laten inweken. Maar wat Jens doet, is een klein beetje stille rode wijn toevoegen. Met zoeken veel champagne huizen. Juist, dat gebeurt ook vaak in een champagne. Ja. Oeh. Ja, je zit wat meerdere... Ja, dat is... Kijk, dat is maar goed dat je de Michelin laat zitten ook, hè? Juist. Ja, dit was wel te horen. Rosé champagne, of rosé mousserend, had vaak ook iets ordinairs dat mensen zeiden van... Maar dat is wel weg, hè? Mensen hebben wel in de gaten dat dat verrukkelijk is. En kijk even, het heeft eerder... De kleur van uienschil. Dan dat het echt... Pinot Gris-achtig roze, kijk, hè? Ik hou het hier even tegenaan. Voor Geinek, dus ons embleem. Dan zie je dat het een beetje dezelfde kleur is. Hè? Het, is een goud, ja, het is dus niet echt rosé. Het is eerder zoals ook een mooie rosé uit de Provence. Ja, als kleur moet hebben. Niet tot zacht roze, ordinair. Nee, precies. Maar heel mooi. Ja. Beide geen jaartal. Dat betekent toch drinken binnen een jaar. Ja. Het is een kant-en-qua product. Het heeft ook al, geloof ik, 18 maanden daar op flesrijping gehad. Hè, voordat het dus hier komt, dan is het ook nog eens een keer een aardige tijd onderweg. Juist. Dus je moet het niet nog jaren in je kelder drinken. Vers drinken. Veel mensen maken die fout, hè, door champagnes en zonder jaartal maar te bewaren. Dat wordt alleen maar minder. Hè? Ik zie me dit... S'morgens bij het ontbijt, met wat verse aardbeien, toast. Het komt gelijk naar voren, hè? Dat het heel duidelijk rosé. Het is veel meer rood fruit. Veel meer rood fruit. Ja. Eigenlijk veel krachtiger, krachtiger stijl. Veel meer een mooi, lekker door te eten en alles. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Maar het is lekker met aardbeien inderdaad, met je room. Scones, dat soort dingen. Oh, dat is inderdaad lekker. Ja. Ja. Ik moet je echt zeggen dat ik altijd verrast ben over Jens. Omdat het zo ontzettend dicht tegen champagne aan ligt. Hè. Die kunnen niet vergelijken. Het is natuurlijk Tasmanië. Maar het is wel absoluut... kan het zich meten met champagne. Het is ook een heel goed product. Het heeft ook vaak veel proeverijen gewonnen. Ja, ja. Voor beste mousserende wijn. Ja, niet champagne. Ja. Ja, wat je toch vaak ziet is dat mensen cava, prosecco, Franciacorta... wordt toch een beetje... Ja, minder als champagne gezien. Maar, en dit is een uitstekend voorbeeld van dat het gewoon top is. Echt top hoor. En mee kan met champagne. Absoluut. Ja. En dan in zo'n glas komt helemaal tot z'n recht. Ja, precies. Gezondheid. Heerlijk, santé.